Leuk dat jullie kijken naar de korte weekhoroscopen van Amandela. En deze week is voor week nummer 40. En dat is van maandag 3 oktober tot en met zondag 9 oktober. Staan de kaarten schud om te kijken wat deze week, week 40, voor de ram gaat brengen. Dan lijkt het er allemaal alsof deze week een week is waarin je wat lastig begint. Je vindt het allemaal wat moeilijk. Het lijkt een beetje alsof je heel erg aan het zoeken bent wat je nu eigenlijk wil. En dat ook misschien al een tijdje gaande is. Je lijkt echt te onderzoeken welke keuzes moet ik maken. En je wil niet te snel ergens over één nacht ijs gaan. Maar ik heb wel het idee dat je het allemaal een beetje lastig vindt. Dus dat je die verandering eigenlijk ook wel graag wil gaan maken. Deze week heb ik het gevoel dat je echt weet te gaan kiezen. En dan niet misschien omdat je er helemaal achter staat, maar je lijkt wel het einddoel meer te weten. En het einddoel weten, dat brengt vaak ook wel een bepaald besluit met zich mee. Of welke kant je op wil, voor wat je wilt kiezen, voor wie je wilt kiezen, noem het maar op. Hè. Dus daar lijkt daar echt een stukje te gaan komen waarvan je eigenlijk ineens weet, maar de toekomst is dat toch wel heel erg belangrijk voor mij. Dus wordt er dit of wordt er dat verwacht en kan ik die actie zelf gaan uitzetten. Het zorgt ervoor dat je echt veel rust gaat krijgen, omdat je eigenlijk weet waar je nu naartoe mag gaan werken. Dus aan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jullie gaat brengen. Dan lijkt het, lieve stier, alsof deze week een week is waarin je misschien even het gevoel had dat je niet veel verder mag komen. Mocht komen, moet ik eigenlijk zeggen. Want ik heb het idee dat er deze week eigenlijk ineens even iets gebeurt waardoor je weer het gevoel hebt weer in de flow te gaan zitten. En daarvoor had je misschien het idee dat je wel heel erg druk was, maar dat je niet verder kwam. En nu lijkt je eigenlijk ineens die juiste trein te pakken en die lijkt ook ineens heel snel te gaan. En het voelt echt als een persoonlijke overwinning en het voelt ook echt alsof je de juiste beslissing hebt genomen. Wat je ook gaat doen, deze week lijkt je echt ineens vooruit te gaan en lijkt je de dingen ineens op zijn plek te gaan vallen, wat gewoon ontzettend veel rust gaat geven, lieve stier. En ik heb daarbij ook nog het idee dat je echt lekker in je vel zit. Je voelt je op en top. En ik heb gewoon het idee dat je echt een beetje in die flow begint te raken. En dat komt eigenlijk door bepaalde besluiten die je nu zelf genomen hebt. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, tweeling, alsof week 40 eigenlijk de boel een beetje omver kan gooien. Ik heb het idee dat je misschien wat aan het opbouwen was. Een bepaalde stabiliteit ervaarde. En dat lijkt deze week ineens helemaal op de schop te gaan. Dat is even schrikken. Dat is even wennen. En je hebt echt een beetje het gevoel van, waarom gebeurt dit nu? Want ik was er juist zo goed mee bezig. En toch lijkt het iets te gaan geven waarbij je ineens nieuwe mogelijkheden gaat zien. Het is wel even eerst dat stukje een plek geven. Het is niet meteen dat je denkt, oh, ik ga het sowieso oppakken. Hè, er gebeurt iets. Je gaat er even over nadenken of je laat het gewoon even binnenkomen. En dan ineens komt er eigenlijk een oplossing bij jezelf vandaan dat een bepaalde reactie is op de actie die gebeurd is. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je eigenlijk heel snel dingen weer kunt oppakken. Het lijkt wel even net anders te gaan dan dat in principe in eerste instantie de bedoeling was. Maar het lijkt wel helemaal lekker en goed en positief uit te gaan pakken voor je. Dan staat de kaarten schud om te kijken wat week 40 voor de kreeft gaat brengen. Dan lijkt het, kreeft, alsof week 40 voor jou een week is waarbij er eigenlijk je lijkt ineens een stukje veiligheid te voelen, te ervaren, te creëren. En toch zorgt die veiligheid ook voor een bepaalde vorm van het vastzitten, het gevoel hebben vast te zitten. He, dus je hebt voor jezelf misschien iets gecreëerd, maar het is zo veilig dat je ook niet meer die spontaniteit kan hebben. Of het is zo stuk ingebouwd dat je eigenlijk voor jezelf een soort valstrik gemaakt hebt. Het is maar een tijdelijk iets, want ik heb het idee dat je ook daar een oplossing voor gaat vinden. Die veiligheid die gaat gewoon door, alleen ik heb wel het idee dat je daar toch nog een stukje mee gaat schuiven, zodat het net iets beter gaat voelen. Het is uit de beste wil van de wereld. Heb je iets gedaan? Heb je iets opgebouwd? Maar het lijkt even alsof het je wat benauwd deze week. Maar die vrijheid, die ga je toch weer ervaren, omdat je er anders naar gaat kijken of net even iets anders gaat doen, waarbij je gewoon weer lekker in die flow verder kan gaan, lieve kreeft. Dus aan de kaarten schud om te kijken wat week 40 voor de leeuw gaat brengen.
Dan lijkt het leeuw alsof deze week een week is die heel erg fijn, warm en liefdevol aanvoelt. Het zou zomaar een nieuwe verliefdheid kunnen zijn, maar het kan ook een stuk zijn met een vaste partner, wat gewoon heel erg fijn voelt. Ook kan het natuurlijk gewoon een liefde zijn voor een kind, voor een huisdier of nou ja, noem het maar op, hè, maar de liefde die lijkt heel erg warm en passievol te zijn. Het lijkt echt te zijn de dingen die je aanpakt, dat je die ook echt vol met liefde aanpakt. Wel is het zo dat het heel afhankelijk is van andere mensen. Dus hé, je zult het waarschijnlijk of samen doen met andere mensen. Of er is daar een stukje van hoe gaan we het aanpakken? Want de ander heeft daarin natuurlijk ook iets te zeggen. Het lijkt ook echt wel gewoon vanzelf te gaan rollen. Maar het is wel een stukje wat gewoon nog eigenlijk heel flexibel is en nog alle kanten op kan. Het wordt sowieso heel prettig. Het wordt heel warm, maar het lijkt niet heel veel vast te liggen. Ik zou dus zeggen dat er deze week ook heel veel tijd is en heel veel plaats is voor spontaniteit. En dat is echt het stukje wat je deze week gewoon heerlijk vindt, heel erg blij van wordt en lekker licht bij voelt. Dan de kaarten schudden om te kijken wat week 40 voor de maagd gaat brengen. Dan lijkt het maagd alsof je deze week misschien even in het begin even wat moeilijk vindt. Alsof je het gevoel hebt niet helemaal gehoord te worden, niet ergens bij te horen. Het is even gewoon een wat moeilijke start. Toch is het naar mijn idee alleen een start. De rest van de week lijkt gewoon eigenlijk heel warm te voelen, heel veel beweging te zijn. En ik heb ook echt het idee dat je dus letterlijk in die actie gaat, hè? Die beweging kan ook betekenen dat het nu wat lichter gaat worden en dat er daardoor meer beweging gaat komen. Maar ik heb ook het idee dat je letterlijk veel gaat bewegen. Misschien heb je wel een uitje, misschien heb je wel de kolder in je kop dat je lekker gaat poetsen of wat dan ook. Maar je bent echt heel erg actief. Actiever dan normaal. En dat lijkt deze week ook echt te zorgen dat je dingen gewoon voor elkaar gaat krijgen die misschien wel even lagen. Je lijkt gewoon heel veel beweging te hebben. In het begin van de week misschien wat minder. Maar aan het eind van de week des te meer. En je wordt er heel erg vrolijk van. En je neemt ook mensen in je omgeving mee naartoe. Dan staan de kaarten schudden om te kijken wat week 40 voor de weegschaal gaat brengen. Dan lijkt de weegschaal alsof deze week een week is waarin je niet helemaal weet wat je nu eigenlijk wilt. Ik heb ook het idee dat je het echt even een beetje laat voor wat het is. Je laat gewoon wat voorbij komen en je wil best wel ergens aan werken. Hè? Je wil ook echt wel onderzoeken van wat moet ik gaan doen of wat wil ik nu eigenlijk. Maar je laat het echt een beetje op je afkomen. Je bent niet heel erg initiatiefrijk om iets nieuws te gaan doen. Hè? Je bent wel gewoon in beweging, want ik zie ook de actie liggen. Je ligt ook over, lijkt ook over dingen na te denken. Ik heb alleen het gevoel dat je niet helemaal tevreden bent, maar eigenlijk ook niet helemaal weet wat je nu wilt veranderen of wat je nu wilt dat de ander misschien wel verandert. En daarom lijkt je eigenlijk ook gewoon even te kijken van, ja, welke kant gaat nu eigenlijk op? Wat gaat de ander doen? Of wat is de situatie? Of misschien gewoon ook wat doe als ik niks doe? Gebeurt er dan iets? En dat zijn allemaal van die dingen die deze week even bij jou gewoon lijken te spelen, die je wilt gaan onderzoeken, voordat je ook eigenlijk maar echt een ander besluit ook gaat nemen. Hè? Dus het is in deze week een beetje afwachten, wel gewoon lekker in beweging blijven, maar niet te veel en te grote besluiten gaan nemen. Er staan de kaarten schudden om te kijken wat week 40 voor de schorpioen gaat brengen. Dan lijkt het schorpioen alsof deze week een week is waarin je eigenlijk het gevoel hebt heel veel van je te moeten laten horen. Het lijkt wel of je de discussie wil aangaan voor de discussie. Ik heb het idee dat je echt jezelf wil laten zien, best wel passievol kan reageren. En dat je een klein beetje voorzichtig moet zijn dat die passie niet overgaat in toch wel wat heftigheid of waarin mensen misschien wel niet eens zo durven te reageren. Omdat je echt wel heel duidelijk kunt zeggen wat je wel en wat je niet wil en daar eigenlijk heel weinig ruimte over laat. Op het stukje dat je dat natuurlijk vol passie en vol liefde doet, is dat hartstikke fijn en is dat hartstikke mooi. Maar pas echt een beetje op dat je de mensen misschien geen pijn mee gaat doen of hè, kwetsend. Dat je het zelf als kwetsend ervaart, omdat je er wel heel erg heftig op ingaat. Ik heb het idee dat de communicatie echt wel goed kan verlopen op het moment dat je het ook echt laat als communicatie. En daarmee bedoel ik dus dat het ook echt twee kanten op gaat. Kijk gewoon eens wat de ander te heeft te zeggen. En dat je het niet eens bent, is prima. Je kunt er meteen iets van zeggen of later. Maar probeer er niet meteen ruzie over te gaan maken. Want een ander heeft net zo goed recht op een mening als jij. En dan de kaarten schudden om te kijken wat week 40 voor de boogschutter gaat brengen.
Gelijk het boogschutter alsof deze week voor jou een week is waarin je wat herinneringen aan het ophalen bent, maar tegelijkertijd ook nieuwe plannen. Je bent tegelijkertijd eigenlijk een heel nieuw stuk aan het opmaken, maar wel verder bouwend op bepaalde herinneringen. Dat hoeven niet dezelfde herinneringen te zijn met dezelfde persoon, maar het is wel een stukje wat bij jou als een soort veiligheid voelde. En ik heb het idee dat je daar ook echt verder op kan gaan. Het is dus ook echt een stuk waarbij er voor mijn idee heel veel liefde en warmte uitspreekt en waarin het echt lijkt alsof er iets nieuws mag gaan beginnen, wat voor jou eigenlijk ook heel logisch is als een vervolg op. Ik weet niet precies of dat je misschien al gelijk begreep waarmee je het bedoelt, hè. Het kan ook zijn dat het langzaam gaat lopen, maar het voelt eigenlijk als een soort natuurlijk iets, terwijl je er naar mijn idee nog best wel hard voor gewerkt hebt, hè. Dus natuurlijk is het wel een natuurlijk stuk, maar het is zeker ook dat je naar jezelf mag kijken en trots mag zijn dat je tot hier ver heb gebracht en verder. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het steenbok alsof deze week een week is waarin er toch wel sprake is van vrolijkheid en gezelligheid, lekker bezig zijn. Maar ik heb ook het idee dat je echt even wat tijd neemt om gewoon inspiratie op te doen, om gewoon wat dingen te verwerken. En waar je normaal gesproken meteen in de verwerking schiet, heb ik nu het idee dat je die alles wel lekker naar binnen laat komen, maar dat je ook echt de tijd neemt om erover na te denken. Dat je misschien zelfs wel even weglegt om er later nog over na te denken, omdat er toch wel meerdere kanten inspiratie vandaan komen, maar je het zelf nog een beetje aan het zoeken bent hoe je het misschien wel binnen moet laten. Het kan zelfs ook zo zijn dat er een stukje binnenkomt waarbij je niet meteen iets kan plaatsen of waarbij je het later heel anders kan gaan kijken. En je lijkt het deze week ook eigenlijk wel aan te voelen, het niet helemaal te kunnen benoemen. En het is een stukje wisselwerking, wat voor mijn gevoel je intuïtie ook heel erg met je meespreekt van nee, het is niet zo zoals het nu lijkt, geef het even de tijd. En dat lijkt je deze week dan ook echt ten harte te gaan nemen. En ik heb het idee dat er daarom zeg ik al genoeg beweging is voor dat grote besluit. Dat wordt deze week zeker niet genomen, want je moet echt wel een beetje ook met je hoofd en je hart in balans daartussen zijn. Dus aan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het waterman alsof deze week een week is waarin je heel graag wil delen. En dat delen, dat is misschien een stukje wat jij heel graag wil, maar wat een ander misschien wel niet helemaal wil. En dat wil niet zeggen dat je alleen maar voor gesloten deuren staat, maar ik heb wel het idee dat deze week het enthousiasme bij jou wat overstroomt en de ander daar misschien nog even aan moet wennen. Wel lijkt de weekafsluiting echt een stuk te zijn waar je heel erg blij van voelt en waarbij je echt het idee hebt dat je toch verder gaat komen. He, dus die deur is niet zo dicht als dat het lijkt, maar ik heb het idee dat je echt op dit moment meteen met allerlei dingen wil gaan beginnen, terwijl de ander daar misschien nog net even iets meer tijd voor nodig heeft. Het lijkt wel echt allemaal op één lijn te zitten, alleen het tempo, daar lijkt wat verschil in te zitten. Dan de kaarten voor je schudt om te kijken wat week 40 voor je gaat brengen. Dan lijkt het vissen alsof deze week even een week is waarin je wat tijd voor jezelf nodig hebt. Je voelt het allemaal een beetje als een aanval. Je zit niet helemaal lekker in je vel. Het kan zijn dat je misschien wel wat slechter slaapt of dat je gewoon echt wel ontzettend moe bent. En het is gewoon een stukje voor jezelf om daarover na te denken van waar komt dat nu vandaan? Ik heb gewoon het idee dat je deze week echt even net iets meer tijd nodig hebt voor jezelf om dingen te bevoelen, om dingen te doen. En om voor jezelf te kijken waar je nu eigenlijk staat. En het kan ook gewoon zijn dat je misschien niet zo lekker bent, of dat je misschien wat meer energie ergens voor nodig hebt. Dat gaat echt wel weer komen. Er is eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Het is vooral een stukje waarin ik zou zeggen: neem die rust, want deze week lijkt je daar gewoon net even iets meer tijd voor nodig te hebben dan dat je normaal gesproken zou doen. Leuk dat je weer gekeken hebt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. Wil je nu een persoonlijk consult? Ben ik bereikbaar onder box nummer 265 of natuurlijk per chat.